Hi, mijn naam is Gijs en afgelopen weken kwam weer een goede YouTube-vraag binnen, daarvoor bedankt. En diegene vroeg zich af hoe je nou heel eenvoudig een YouTube-profiel-picture of plaatje kunt maken bij je YouTube-kanaal. Ik laat jou zien in deze video hoe dat moet. Als eerste ga je naar een programma dat heet Pixlr.com. Superhandig programma, je hoeft je niet te registreren, je hoeft je niks down te loaden, je kan het gewoon online allemaal gebruiken. En dan ga je naar Web Apps, daar klik je op. Dan scroll je naar beneden en dan ga je naar Launch Web App. Dan zeg je creëer een nieuwe afbeelding. Dan stel je hem in op 500 bij 500. Je doet oké. Okay. En dan gaan we even bijvoorbeeld een achtergrondkleur kiezen. Dan heb je een blauwe achtergrond en dan wil je bijvoorbeeld nog een tekst toevoegen. Dan klik je op het A'tje. Dan zeg je bijvoorbeeld Tina Testing. We doen hem vrij groot. We doen even een andere kleur, bijvoorbeeld rood. Okay. We doen hem nog even vet. Tina Testing. Okay. En dan gaan we hem nog even uitlijnen. Okay. Tina Testing. We gaan hem even opslaan. Bestand. Bewaren. Je geeft hem nog even PNG, dus de hoogste kwaliteit. Oké. Okay. Tina Testing. Save. Dan gaan we naar YouTube. Dan gaan we rechtsbovenin naar de icoon en dan zie je dat hier nog geen plaatje is. Dan klikken we op wijzigen. Dan word je doorverwezen naar je G+ pagina. Je klikt op profiel wijzigen. Selecteer foto op je computer. Je kunt er nog even een beetje bijsnijden. Zo, instellen als profielfoto. En je ziet je Tina Testing profielfoto is gemaakt. Nou is het een rondje, dus die valt een beetje weg, dus dat is jammer. Als we dan weer naar YouTube gaan. Dan ga je naar Creator Studio. Je gaat naar kanaal weergeven. En daar staat hij wel goed. En wat er eigenlijk gebeurt. Op je G+, daar stel je profielfoto in of je logo. En YouTube haalt eigenlijk je logo of je foto van je G+. Dus hier is het een vierkantje, hier is hij wel goed. En bij je G+, wordt het helaas een rondje. Dus dan zou je hem eigenlijk nog iets kleiner moeten maken. Nou, dat kunnen we natuurlijk even doen. Maken we hem ietsje kleiner. Oké. Okay. We slaan hem weer op. PNG'tje. Oké. Okay. Maken we daar... Save. Nou, dan gaan we nogmaals naar Tina Testing. En dan gaan we even het kleinere bestand uploaden. En het duurt soms even voordat het helemaal verwerkt is bij YouTube. We gaan hem even bijsnijden. Ik hoop dat die nou wel goed genoeg is. Nee, nog net niet. Oh jawel, ja, perfect. Nou, we gaan weer even naar YouTube. En dan zie je dus dat hij hier nog niet verwerkt is, maar op het moment dat je echt naar je kanaal gaat, kanaal weergeven, dan zie je dat je YouTube profielfoto is gelukt. Dus eigenlijk kun je dus binnen 1 minuut een profielfoto maken voor YouTube of een plaatje of een image. En je kunt er ook een banner mee maken, maar dat laat ik je in een volgende video zien. Heb jij na het bekijken van deze video nog steeds een vraag? Stel je vraag even hieronder en ik ga je vraag direct beantwoorden.
Vond je deze video nuttig? Geef ons even een like en abonneer je op dit kanaal. Ik wil je bedanken voor het kijken en tot de volgende video.